Lex Immers, na afloop van de verloren wedstrijd tegen Excelsior was je vrij uitgesproken bij Omroep Brabant. We hebben het er natuurlijk over gehad. Je zei dat tegen mij in ieder geval dat het niet zo bedoeld was. Kun je de uitspraak iets meer duiding geven? Nou ja, niet zo bedoeld. Kijk, het was wel zo bedoeld, maar niet richting bepaalde mensen. Niet richting supporters en zo, dat soort mensen. Helemaal niet, absoluut niet. Het ging mij meer om critici van media zelf en mensen die rondom de club hangen, die eigenlijk nu weinig met de club te maken hebben. Ja, die hun mening geven en ja, die het heel erg op de man spelen en de trainer ook heel erg. Ja, dat was voor mij eigenlijk meer na die wedstrijd dat ik ook in emotie zat natuurlijk. En daar ging het mij meer om. Het was absoluut niet de richting supporters bedoeld, absoluut niet. Dat zijn mensen die betalen. Die hebben al een heel jaar hebben die het al moeilijk. Niet alleen met corona, maar ook af en toe met ons spel. Ja, en dat snap ik. Ja, dat zijn mensen die kritiek mogen hebben. Daar heb ik absoluut geen moeite mee. Dat mag, maar het ging mij meer om de andere mensen. De mensen van de media zelf en mensen die om de club heen hangen. En ja, die ook heel erg een uitgesproken mening hebben, maar die geen cent bijdragen aan de club. En ja, daar ging het mij meer om. Dat was meer mijn mening. En speelt die wedstrijd daar dan ook nog een rol mee, dat het er dan ineens uitkomt? Nou ja, tuurlijk ook. Ook dat. Je komt 1-0 voor en je verliest uiteindelijk een wedstrijd thuis tegen Excelsior met 1-2. In een fase waarin je eigenlijk de wedstrijd echt moet winnen. Want je krijgt daarna natuurlijk de wedstrijd Almere, de Graafschap Almere kreeg je nog. Dus het was voor ons een uitgelezen kans om eventueel dichterbij te komen. En dan speelt emotie natuurlijk ook mee van zo'n wedstrijd. Maar dat was niet het grootste punt. Het was meer het punt, het interview zelf. En ja, je hoort natuurlijk genoeg dingen. Ik lees nooit wat, ik zie nooit wat verder. Maar ja, weet je hoort genoeg dingen, hoor je voorbij komen. En dan krijg je bepaalde vragen waarin ik gewoon eerlijk mijn mening geef. En dat zal ik ook wel blijven doen. En je moet wel eerlijk blijven in het leven en niet overal omheen draaien. Maar goed, er waren veel supporters die het zich erg aantrokken. Maar goed, we kunnen dus bij deze uitsluiten dat het in ieder geval niet richting hen was. Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Nee, dat zijn mensen die houden van deze club. Die zal ik, wie ben ik dan, om die mensen aan te vallen en te zeggen dat ik mijn reet afveeg met kritiek van die mensen. Dat is absoluut niet, dat is absoluut niet zo. Wat ik net al zeg, dat zijn mensen van de media zelf. Die dingen elke week weer opschrijven en weer opschrijven. Ik denk bij mezelf, jongens, we weten het wel. En dat zijn ook meer mensen die rondom de club dan eigenlijk geen invloed of helemaal niks met de club te maken hebben. En supporters absoluut niet. Het zijn mensen die de salarissen van iedereen betalen binnen de club. En dat zijn gewoon mensen die houden van de club. En dat zeg ik, die hebben het al lastig zat. Die mogen al een jaar lang niet het stadion in. En die mensen, die missen wij juist ook. Heb je nog een boodschap voor onze supporters? Nou ja, ik denk dat we gewoon wel positief moeten blijven met z'n allen. En ons niet gek moeten laten maken. Er is nog steeds een kans. En play-offs is iets speciaals. Als we daar toegelaten worden als supporters zijnde, dan kan dat toch wel een extra steuntje in de rug zijn dadelijk in die play-offs. Die laatste drie wedstrijden van het seizoen. En play-offs zijn play-offs, ik weet het. Ik heb vaak genoeg gespeeld, gewonnen ook. Twee keer. En dat zijn aparte wedstrijden. Wedstrijden op zich. En daarin kan alles gebeuren. Dat zijn drie finales. We gaan zien hoe we daar voor de dag komen. En hopen dat we dan aan het einde van het seizoen uiteindelijk dan nog op de grote markt staan met z'n allen. Dank voor je duiding en op naar maandag. Geen probleem.